namens de Rabobank Noord-Kennemerland en het gemeentebestuur heet ik u allemaal van harte welkom op het ondernemerscongres, het jaarlijkse ondernemerscongres Vinden en Binden. Het was oprecht heel moeilijk. Moeilijk omdat er eigenlijk 3 ondernemers zijn, dat hebben we gezien in de presentatie. Dat hebben we gezien hoe jullie ook geacteerd hebben in dialoog met Rolf Ademan van Groene Tomaat. We hebben gezien dat jullie in jullie werkgebied echt daadwerkelijk het verschil proberen te maken. Klantbeleving, onderneming centraal stellen en vervolgens zorgen dat dat ook opgemerkt wordt. De onderneming die de jury uiteindelijk gekozen heeft, stelt de vitaliteit van mensen voorop. Ja. Nou, dank voor de sportiviteit. Ik zie de felicitaties inderdaad. Zij onderscheidt zich door de speciale manier waarop zij zorg en onderwijs combineert op een bijzonder plek. Hannelore Speelman. Ja. Van zorgboerderij De Noorderhoeven. Ja. Uit Schorrel, hè, is het? Ja, Schorrel en Bergen. We hebben 1 boerderij in Schorrel en 1 boerderij in Bergen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Jullie zijn de winnaar van de ondernemersprijs Bergen Verzetten 2015. Hoe voelt het? Nou, het voelt heel onwerkelijk, want ik dacht echt dat we het niet zouden worden. En het was wel zo. Dus... En waarom dacht je dat het niet zou lukken? Nou, ik vind Van Spijk en de Jongens vind ik zulke topbedrijven. En ik denk, ja, die trekken zoveel toerisme en die zijn zo betekenisvol voor de regio. En de een had al een prijs gewonnen met mooiste terras en de ander is best vernieuwend. Ik dacht, nou, daar kunnen wij niet tegen knokken. Maar toch wel. Ja, toch wel. Geweldig.